Sinds 2005 biedt Landstede studie- en loopbaanoriëntatie aan voor potentiële studenten. De studieloopbaanbegeleiders zijn Gerrit Niemeyer en Kim ten Kaat. Onze belangrijkste doelstelling is dat we door te investeren in goede hulp bij het vervolgen van de leerloopbaan gemotiveerde studenten krijgen die goed weten waarvoor ze kiezen. Bovendien kunnen we hierdoor het percentage voortijdig schoolverlaters en het switchgedrag terugbrengen. We bieden studieloopbaanoriëntatie aan voor potentiële studenten die zelf contact met ons opnemen, voor potentiële studenten die doorverwezen worden, bijvoorbeeld door hun decaan, mentor, begeleider of door een collega die een potentiële student spreekt tijdens een open huis of een ander moment, voor potentiële studenten die in hun aanmelding geen duidelijke keuze maken voor een landschap of opleiding. Nieuw is dat de scout een potentiële student kan doorverwijzen wanneer tijdens het plaatsingsgesprek blijkt dat de student zich niet goed heeft georiënteerd of dat de student niet toelaatbaar of plaatsbaar blijkt te zijn. Belangrijk hierbij is dat de scout verantwoordelijk blijft voor de voortgang tot het moment dat de student geplaatst is. En hoe ziet een loopbaantraject er nu globaal uit? Wanneer we een potentiële student uitnodigen, beginnen we met een intakegesprek. Hierin maken we kennis en proberen we de vraag van de student helder te krijgen. Vervolgens bekijken we waar we de potentiële student mee kunnen helpen, of met andere woorden, welk traject we gaan inzetten. Dit is maatwerk. Een interessetest en een persoonlijkheidsonderzoek kunnen een onderdeel van dit traject uitmaken, maar het gesprek blijft het belangrijkste middel. Vervolgens blijven we de potentiële student volgen tot het moment van aanmelding en communiceren we hierover met de decaan en met de scout.